Wat is dat? Waarom eten jullie ook niet wat? Op dit moment is het een aangenaam tijdsverdrijf. En straks kunnen jullie misschien geen hap meer door je keel krijgen. Nou, misschien moet je toch maar even wat bijtanken, Doortje. Want zonder brandstof zal je motortje niet lang lopen. Ik slik mijn angst veel liever door. Ja, die droezel. Hij zal zich voelen als een mier die voor het eerst in de metro komt en ik vraag me af wat hij hier doet. Wat denk jij ervan, Lab? Moet je mij niet aankijken? Maar Lab, jij hebt hersenen gekregen van de tovenaar van Oz. Kun jij ons dan niet een beetje geruststellen over Droezel? Wil je weten hoe hij het doet? Als dat zou kunnen. Oh, het is eenvoudig. Huh? Zijn neus. Neus? Nou en of... Droezel is toch altijd al een goede spoorzoeker geweest? Ja. Ja, dat klopt. Droezel is de enige van ons die er neus voor kan hebben. Daarom zei je natuurlijk ook dat hij alleen wilde zijn. Dan kan hij zich beter concentreren. Als die nar hem dan maar niet afleidt. Hoe meer mensen er in die kamer zijn, hoe meer verschillende dingen die ruikt. En dat kan hem in de war maken. Maar we hebben prins Nagelbert toch nog nooit ontmoet. Toen we naar prinses Knipperbol gingen, zijn we toch in het kasteel geweest waar vroeger prins Nagelbert woonde. De geur die daar ging, moet te herkennen zijn. En als Droezel zich dat nou ook herinnert, moet het mogelijk zijn die prins op te sporen zonder in de fout te gaan. Maar dan alleen als Droezel niet toevallig verkouden geworden is. Hij zag er wel zelfverzekerd uit, maar ik snap niet waarom hij ons dit niet gewoon verteld heeft. Omdat het de bedoeling was dat er zo min mogelijk mensen in de buurt zouden zijn die hem op een dwaalspoor zouden kunnen brengen. Laten we dus maar hopen dat hij nou geen roet in het eten gooit. Hé, hey, hoe komt het dat je alleen maar aan deze kant kijkt? Er zijn daar veel meer beelden, dus heb je ook meer kans. Hè? Huh? Wacht! Probeer het nou eens daar. Ik heb mijn eigen systeem. Kook jij maar gaar in jouw sop. Het is natuurlijk alleen maar een goede raad. Je hoeft hem niet op te volgen per se, maar daar heb... Hé! Hey, wil je me nou alsjeblieft eens uitleggen hoe je precies te werk gaat? Als jij de hele tijd voor mijn neus staat, kan ik niet snuffelen. Als je het niet zegt, kijk ik je niet meer aan. Best hoor. Ik schrok me toch iedere keer naar van die blik. Ja, dat is nou helemaal mijn vak. De opdracht is om je niet rustig rond te laten snuffelen. Daar is hij. Hou je er nou voor de gek? Pas maar op jij dat je niet gaat niezen van al het stof op de vloer. Dat ruikt goed. Ik ken die lucht. Zie je wel? Ik zei toch dat we die beelden in een zwembad hadden moeten neerzetten? Nou gaat het de goede kant op. Nee, niet daarheen. Daar staat hij. Jammer hoor, mijn hele baard wordt stoffig. Kan ik jij niet omkopen, hè? Kijk, luister nou, wij konden toch ook niet ruiken dat je al zo snel die prins zou vinden, hè? Oh. Shoot. Eindelijk geen gezuur meer aan mijn kop. Ha ha ha.
Aan jou heb ik tenminste wat. En als beloning mag je 2 weken langer mijn dienaar blijven. Oh, ik voel me zeer vereerd, koning. Luister. Het spijt ons heel erg. Maar we hebben net een bericht gekregen dat we er een nieuw standbeeld bij hebben. Omdat die leeuw verkeerd koos. Ja, hij is een adelaar geworden. Die zou beeldig staan bij de voordeur. Ja, maak dat meteen in orde. Dan hangen we links die leeuw en dan spijken we rechts dat beeld tegen de muur waarin Prins Nagelbert veranderd is. Dat is een mooi stijl samen. Sst, niet zo hard. Hebben jullie iets gehoord, hè? Dan kan nu de volgende gaan zoeken als die wil. Laat mij maar gaan. Geen sprake van, ik ga. Ik ga. Wie is ik dan? Dat ben ik. Lappie Lapstok bedoelt dat hij na mij aan de beurt is. Lappie, denk nou na, jongen. Als je mij eerst laat gaan, heb jij tenminste meer tijd om er eens goed over na te denken hoe je ons tussen al die snuisterijen vandaan krijgt, snap je?